Producten die bij ons binnenkomen voor de lange bewaring hebben allemaal hun eigen regime. Waarbij onder andere, als het bij ons de cel in gaat, waarbij het heel belangrijk is om heel goed op te letten op de temperatuur in de cel. Hoe snel koel je zo'n product dan terug? Een ULO-cel is een ultra-low oxygen cel, waarbij wij zoveel mogelijk zuurstof onttrekken, waardoor de appel eigenlijk, zoals wij dat noemen, tot stilstand komt. Wij hebben heel veel verschillende klanten in binnen- en buitenland. Voor ons is van belang dat wij het juiste product bij de juiste klant afleveren. Daarom is het van belang dat wij kunnen voorspellen hoe de kwaliteit zich houdt in de keten. Kan ik de kwaliteit en houdbaarheid van onze appel voorspellen wanneer het bij onze klant is aangekomen? Beste Jacco, het is evident dat klanten met de juiste kwaliteit appels bediend moeten worden. Daarna speelt de inschatting van de kwaliteit van de appels gedurende het hele bewaarproces een rol. Zelfs met gecontroleerde condities kan er namelijk iets onverwachts gebeuren. Wageningen Food & Biobased Research maakt op maat systemen waarmee je de kwaliteit en houdbaarheid snel kan voorspellen en verklaren. Het systeem is te vergelijken met een beslisboom waarin alle factoren die invloed hebben worden meegenomen. Door het systeem te voeden met real-time data kan er op elk moment een uitspraak worden gedaan over de te verwachte kwaliteit. Een model blijft immers een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het inzetten van experts in combinatie met dit systeem is de sterkste troef die je op dit gebied kunt uitspelen. Wil je meer weten over dit systeem? Neem dan contact met ons op.